Nou, ik heb Tinkia supplement. Een lila dekje om. Van Escadron natuurlijk. Heel goed. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag en ik was op tijd vrij van mijn werk, dus ik ben eerst naar huis gegaan. Want ik heb een pakketje, want ik heb wat besteld en dan moest ik even wachten tot het voorraad was. En het is eigenlijk van het weekend binnengekomen, maar ik was bij mijn vriend, dus ik kreeg een melding, maar ik dacht, ik ben niet thuis. Maar gelukkig heeft mijn moeder het aangenomen. En ja, ik dacht, ik laat het even zien. En waar heb ik hem eigenlijk? Hier op tafel. Het zit hierin. En het zijn twee dingetjes. En ik zag het eigenlijk op Instagram van Life as Me, volgens mij. En dat tot aan met dat paard. En dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook best wel leuk om te doen voor bij een Tinky. Dus ik heb even op die site gekeken. En ja. Ik heb besteld, dus ik ga jullie even laten zien wat erin zit. Ik heb het zelf ook niet gezien, dus ik ben benieuwd. Dus, nou, ik heb een doosje. En het eerste wat ik vind is dit shirt. Want ik had een shirtje besteld. Een echt lekker sportshirtje. En op de achterkant staat dan Nelke Love met een Nederlands vlaggetje. En op de voorkant heb ik Tinky Winky laten zetten. Super leuk. En donkerblauw, want ja, ik hou van donkere kleuren en dit is gewoon zo'n kleur, weet je, dat blijft altijd leuk. Dus ik denk, ik doe lekker donkere kleur. Dus deze. Oh, zo leuk. Ik kan nu al niet wachten tot de lente en de zomer, want ik denk dat ik deze best wel veel aan ga doen, want ik vind het echt tof. Even kijken hoor, ik heb ook een lange mouw. Kijk hoor, dit is de voorkant. Nou ja, hij is gewoon zwart zou je denken. En dan staat aan deze kant staat mijn naam, Marieke Dost. En op de andere kant staat Tinky Winky. Echt super leuk. En dit is zwart. En dan met blauwe letters. Want ja, weet je, ik wou wel kleuren hebben wat een beetje bij best wel wat dingen gewoon past en zo. Want anders vind ik het ook zonde. Dus deze heb ik dus ook. Ook lekker sportshirtje. Daar kan ik lekker mee gaan hardlopen. Helemaal leuk. Dus ik ben er blij mee. Bij Boukje. www.bijboukje.nl. Oh, er staan ook bij excuses voor de lange leeftijd. Nou ja, weet je, er staat ook een mail gestuurd dat het wat langer duurde. Maar ik denk, ja, weet je, maakt mij niet uit. Maar ja, ik denk dat ze daarom dan een dingetje erbij gedaan heeft. Maar ik vind het echt heel lief. Dus ja, op naar Tinky. Nou, ik ben nu op de meneesje. Ik kom net bij Shen weg en die heeft mijn haar geknipt en die heeft even leuk gefeund. Dus er is weer een klein stukje van mijn haar af, want er mocht niet zoveel af van mijn vriend helaas. Dus ik knip het meestal iets korter. Maar ja, ik ben er blij mee. En ik had nog van dit spul van paardensupplementen voor Tinky. En ja, ze zei dat het best was om wel even één keer in de drie maanden gewoon even een boost geven. En ik had nog één fles. Dus hier ga ik nou ook weer mee beginnen. Dus ik heb een spuitje bij me, dus dan moet ik weer 10 dagen dit geven. Dus dat ga ik ook even doen. Dus ja, ik ga nu naar binnen. Marcel is volgens mij nog aan het blazen. Ze hebben natuurlijk, het is natuurlijk weer maandag, dus ze hebben de stal uitgemest. Maar ja, ik ga lekker naar binnen. Nou, we staan op de meneesje. Met mijn dekje en voer. Tinky! Hallo! Hi! Oh, gaan we je schudden? Hallo Sam! Hallo! Hallo, hoe is hij met jou? Hi schatje. Hi. Zeg je ook even hallo tegen de kijkers? Ja, hallo, het Tink. Zal even lekker geven, hè? Ja, ga eens even lekker rijden. Nou, ik heb Tinkia supplement. Kijk, deze ontmoet jij. Tinky. Deze krijg je in je mond. Ja. Nou, ik heb Tinky buiten de stal vastgezet en dan gaan we even lekker borstelen. En ik ga even opnieuw vlechten, want dat is ook wel weer even nodig. En dan gaan we lekker opzadelen en dan gaan we even lekker rijden. Ja. Yeah. Niet mijn vinger op eten. Jij wil snoepje. Ik heb altijd snoepjes in mijn zak. En dat was een snoepje.
Ja. Ik heb mijn outfit gewoon meedoen. Ik heb een BR-truitje aan. En ik heb een grijze rijbroek aan. Ik heb ook een paar sokken aan, maar die zie je nog niet. En mijn Petri-lazen. En Pinky heeft het mooie lila dekje om. Van Escadron natuurlijk. En dan doe ik zijn hoofdstel in en dan kunnen we gaan. Ja. Yeah. Nou, ik zit op Pinky en ik ga even losstappen, losdraven en galopperen. En dan ga ik nog even mijn camera neerzetten straks, als het niet te druk wordt. Want er is nu wel nog iemand aan het rijden, iemand aan het logeren. En dan laat ik denk ik nog wel even wat zien. En ja, het gaat eigenlijk best goed. En na geef en glop zit er nou ook eindelijk weer goed in. Dus ik ben tevreden. Dat zijn we. Dus wij gaan even lekker rijden. Ari, you didn't just give me my dream. You gave me a family. How'd you know? I knew. And there's no way I'm letting you do this alone. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Folks that I fear of being typical. Looking at my body feeling miserable. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like a martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip. Of je mij ook opneemt. Oh, oké. Okay. Life is this. Dat hoop ik. And I like this. Ja, anders heb je echt een veel lelijk. We're not having fun. What the hell are we doing here? Yes. Not be that. Svetlana. Mooi, echt dat. I don't know, we said you were looking for another you. I guess you found one. I am telling you, I am his attorney. If you don't let me see him, I'm gonna break through that door. Don't care about winning this. What the hell is wrong with you? I did this. Caring only makes you weak. That night, Jessica threatened me. I don't care. Anyone comes at you, you come to me. I don't give a shit if it's the Queen of England. You come to me. You tell me. You tell me everything. That's what goddamn loyalty is. I don't care what happens in that room. I'm not giving you don't up. Be a fool. Don't be an asshole. Why the hell are you doing it? Because it's my goddamn fault. Beter, hè? Thank you. Ga toppie. Ik heb mezelf ook even een beeld gedaan. How many fingers am I holding up? Huh? Huh? You can't tell, can you? You can't handle my liquor now. Even knowing how it all turned out. Do it again. Yes, I would too. Nou, ik heb Tinky net afgezadeld en het rijden ging heel goed en het ging weer nageven galop. En Sharon was hier toevallig en die heeft nog wat stukjes gefilmd met mijn camera. Want het was best wel druk eigenlijk in de bank, maar ja, ik was wel blij dat ze even wat stukjes zou filmen. Dus ik kan jullie wel even wat laten zien hoe het ging. En ja, ik ben heel tevreden. Het gaat lijkt echt heel goed. Dus ja, goed je best gedaan. En nou ja, dan ga ik even een zweetdekje opdoen. Want Trisha Paas staat nog op de wasplaats en dan ga ik eerst mooi dat vullen. En dan ga ik daarna stukjes even wassen en dan ben ik klaar voor vandaag. Dus ja. Ja, ga zakjes wassen. Zakjes wassen. Nou, kijk, ze staat nu met Sam. Kijk, Sammy staat hier. Ja, Sammy. Ja, en Sam heeft een beetje last van zijn been. Ik had ze laatst losgedaan in de bak, het ging niet rollen. Alleen toen wou hij opstaan, maar hij deed een beetje raar. Dus heeft hij last van zijn beentje. Kijk nou, liefies. Dat is een schattig Samen. Kusjes, hè. Nou, Sammy. Dan mag Tinky nog haar lekkers. Je lekkers, hè? Het is Fiberbeat met wat slobben, want ik had zo'n klein zakje slobben gekocht. Voor af en toe een keer. Dus
Mag je eens even eten? Oeh, ja. Hij wil ook wel uit de emmer eten. Nam nam nam, lekker. Nou, ik gebruik deze altijd voor de meiden, maar hij is bijna leeg. En ik heb nog een beetje teer shampoo. Dus ik moet echt even een nieuwe zeep gaan bestellen, want ik kan het hier nog één keer mee doen, maar dan is het wel op. Nou ja, even sokjes wassen. Ik hoef natuurlijk alleen naar sokken. En het gaat vooral om de achtervoetsokjes. Dus ja, let's go. Nou, als ik dan klaar ben met wassen, dan spuit ik ze hiermee in voor de meiden. En dan moet ik er even bij houden met spuiten. En dan volgende week nog een keer wassen. En dan zijn ze over het algemeen wel weer weg. Nou, ik denk je staat op de poetsplaats. Dus gaan we nu even wassen. Ja, even die stomme jeuk weg, hè. Ja. Oh, leuk, ja. Nou, Twinkie's voetjes zijn al ingesopt met zeep. En ze heeft net haar voetbak gesloopt, want die ligt nou los in de stal. Dus die ga ik dan proberen vast te maken met een strootouwtje. En dan kan de zeep even intrekken en dan spoel ik eruit. Doe ik een normale deken op en dan ga ik lekker naar huis. Gevuld. Maar kijk, hij hangt hier en hij zat aan dat touwtje. Dus ik hoop dat ik deze er doorheen ga krijgen. Dus we gaan even proberen. Ja, ik heb hem kunnen fixen met dat touwtje gelukkig. En hij zit nu weer aan twee kanten vast, want hij stond eigenlijk maar één. Maar ik hoop dat het hem heel houdt. Dus ja, dan krijgt ze eten natuurlijk gewoon op de grond. En dat vind ik natuurlijk niet zo handig met brokken en zo. En als ik slobber heb. Dus gelukkig zit hij er weer aan. Nou, ik ben klaar met Tink. Ik heb weer ingespreid. Dus nu gaan we andere deken opdoen. En dan zijn we klaar voor vandaag. Dus ik hoop dat jullie het een beetje een leuke video vonden. En tot volgende week. Doei doei. Doei Tink. Zeg maar doei tegen je kijkers. Doei.